Ben ik weer. Ik heb hem even gehaald. Dat is de eyeshadow base van Catrice. Top is kapot. Ik heb hem kapot gedraaid, dus ik doe een beetje op mijn hand. Ik doe het niet rechtstreeks op mijn ogen. Zit ergens in de top zit er een scheur. Dus pak ik een beetje op. Sorry dat ik net niet kletste, maar ik kon er ook even niets doen. Ik moest even mijn ogen doen. En dan in ieder geval een doekje om alles van je af te vegen. En, nou, ik heb mijn dagcreme op. Ik heb nu mijn oogschaduwbasis op. Die laat ik even lekker goed drogen. En dan ga ik deze op doen. Er zit een tintje in. Die is wel lekker makkelijk. Een heel klein dotje, zoveel maar niet meer. Kijk, nou, je ziet even gelijk gewoon een kleurtje. En dat vind ik wel heel erg fijn. Voor als je niet zoveel basis wil hebben. Dat is wel heel erg lekker. Soms... heb ik niet zoveel zin in een dekkende foundation. Maar die wrijf ik er even in. Netjes. En tegenwoordig doe ik even iets heel anders. Ik kwam nog een BB cream tegen. In mijn voorraadje. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het eens proberen. Ik heb het een keer een dagje geprobeerd. Een paar dagen. En ik moet zeggen, ik ben best wel tevreden over deze. Dan heb ik in ieder geval al dagcreme op. En getinte moisturizing. Anti-age. En dan doe ik ook een beetje... BB cream op. Zoveel maar. Je denkt, je bent gek, maar ja, nou ja, dan ben ik maar gek. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat mijn filmpjes best wel bekeken worden. Het is altijd maar... een vraag. Kijk even in de spiegel hier beneden, anders kan ik het echt niet zien. Wrijft ook een beetje uit. En dit is trouwens precies de goede kleur, moet ik zeggen. Ondanks dat het licht is, is die best wel een beetje donker. Een beetje meer, een beetje deppen. Een beetje nodig is om weg te doen. Dus.
waar een beetje extra nodig is, daar doe ik het ook gewoon. En zoals je kan zien, ik weet niet of het kan, ik zal het zo even dichterbij doen, heb ik eigenlijk niet veel aan concealer nodig vandaag. Even kijken hoor. Nee. Kijk, zie je? Het is echt een goede. Een beetje zo erin. Blend. Ik weet dat je het met je ringvinger noemt. Ik vind deze iets makkelijker. Ga me niet vragen waarom, maar. Dat doe ik hier ook nog een beetje. Dus dan in ieder geval. Ik kan dat even intrekken. En dan ga ik aan mijn wenkbrauwen beginnen. En daar gebruik ik deze voor. Ja, ik kijk heel even in de spiegel, ja? Dus kijk even naar beneden. En iedereen doet het anders. Vandaar heb ik niet zoveel zin in een zware wenkbrauw look. Dus deze dingen vind ik wel heel erg briljant daarvoor. Ik heb ook nog de donkere, dus als ik zin heb om een keer donker te doen, dan doe ik het donker. Ik heb hier altijd moeite mee. Deze. Even. Zo. Even omhoog. Het meestal wel zitten. Verdraaien. Die wil vandaag niet meewerken, zie je? Die wil echt niet meewerken vandaag. Die heeft echt geen zin. Heb ik dat gedaan? Zet hem even neer. Ga ik deze pakken? Ik gebruik de laatste tijd heel erg veel. Dat is ook wel heel erg makkelijk. En dan ga ik eerst deze doen. En dat doe ik met dit kwastje. Van de Essence. En dan ga ik. Hij is ook al los. Ik moet hem steeds maken, maar ik ben gewoon te lui. Dus ja. Een beetje aftappen, want we hebben best wel redelijk veel fallout. En dat vind ik wel heel erg jammer. Doe ik ze op mijn oogleden. Beetje dippend. Beetje wat hoger in mijn crease. En een beetje onder mijn wenkbrauwbot. Heel voorzichtig. Een beetje
beetje hoger ook. Dan kan ik mijn ding even aftoppen. Zit het allemaal weer. Kijk weer opnieuw beginnen. Normaal gesproken doe ik altijd eerst mijn ogen en dan mijn gezicht. Maar ja, nu ben ik weer te. Beetje verstrooid. Gebeurt ook niet alledaags dat ik dit doe. Normaal laat ik dit nooit zien, maar. Ik dacht, misschien vonden jullie het wel leuk. Zo. Doe ik het eigenlijk helemaal. Is het ook wel wat makkelijker te blenden. Zie. Dan kijk jullie, moet ik jullie wat dichterbij zetten. Dat is 1. Even een toekje pakken. Ik kan het even mijn kwast ermee af. Nu opzij. Dan ga ik even kijken. Met welke ga ik dit keer beginnen? Deze kwast van 11. En daarmee ga ik in deze. Dus dat is deze. Aftikken. Dat heb ik op mijn oogleden. Sorry, maar ik kijk naar beneden. Mijn spiegel staat hier beneden. Ik weet dat, dat jullie heel graag het gezicht willen zien en wat ik doe. Ik probeer mijn best te doen. Dat heb ik op mijn oogleden en een beetje in mijn crease. Zoals jullie zien, ik heb best wel van die hangende oogleden. Dus daar heb ik ook wel een trucje voor straks. En doe ik ook even met de andere oog. Even netjes doorteppen. Ja, dat scheelt ook alweer. Mijn bril opzij. Zo, kijk even de kast afvegen. Die is die weer schoon. En dan pak ik deze kast. Die is van 11. Ik weet niet of je het kan zien hoor. Hij wil niet scherp stellen. En dan ga ik nu in deze. Ik tik altijd even af. Zo. En dan kijk of het lukt hoor. Zoals kijk of dat gaat. Ik kan hem even vasthouden. Dat jullie het kunnen zien. Als ik dan misschien wat dichterbij. Nee. Dan zo even wachten. Recht vooruit kijk. Dan
kijk ik een beetje waar die stop. Ik probeer een beetje hier die richtlijn te houden. Dat is hier ook. Ik probeer een beetje die lichtlijn hier te houden. Nou, ik heb iets hoger in plaats van helemaal in mijn kris. Dan zie je er niks van. Dus wat ik dan doe, een hele kleine. Veegjes. Zo. Doe ik ook even met de andere kant. Probeer ik een beetje. Kijk, dan is het natuurlijk weer te veel. Wat ik dan doe, pak ik even mijn blending kwast. En dan blend ik het even. Hier ook. Zo. Even goed afvegen. Die ook. En dan. Even kijken hoor. Heb ik deze kwast gepakt. Die is van de HEMA. Best een redelijk fijne kwast. En dan ga ik in deze. Ik zit gelijk al los om te gooien. Maar ik even bijna om te drinken. Aftikken. En dan wat ik probeer. Even kijken hoor of dat lukt. Dan ook even die spiegel zo. Dan kijk ik naar beneden. Zo. En dan doe ik even. Kunnen jullie het zien? Maar bemoeien, let er maar even niet op. In de kris. Deze wil niet zo goed lukken. Deze oog, die heeft vandaag echt geen zin. Ik wil zien ook. Maar hij heeft er echt geen zin in. Ik vind het niet zo leuk. Maar hij heeft niks te willen. Dan doe ik even zo. Even aan de andere kant. Sorry, nog even krabben. Kijk ik naar beneden.
ik mijn blendingkast weer. Dan ga ik even blenden. Want dat is hoe ze dit noemen in de oude vie. Ik zeg het verkeerd. En dan kan je de kleur een beetje opbouwen. Het is net hoe sterk je het wil hebben. Ik keek natuurlijk weer te veel naar beneden. Hier ook. Even kijken of het een beetje gelijk is. Ja, een klein beetje hier. Zo. Ik de kast even af. Pak ik mijn blendingkast en ga ik even blenden. En dan pak ik nou net steeds. Pak ik even het stevige kwastje. Deze. Sorry dat ik zo weinig praat, maar ik probeer me ook een beetje te concentreren. Als ik dan praat en opmaak, dan kan ik me niet goed concentreren. Dus neem me niet kwalijk. Ik doe mijn best. En, dan ga ik weer even in deze. Klein beetje. En dan tip ik er dat weer op. Een beetje op te lichten weer. Dat doe ik aan de andere kant ook. Probeer het een beetje over te lopen. Dat ga ik niet. Dan ga ik even die witte hier. Nou, en die gaat in mijn ooghoekje. Een beetje meer. Zie je? Het is een van mijn tabletjes, denk ik. Daar ben ik niet blij mee. Maar ja. Zo. Een beetje indeppen. Zo. Even kijken, ik ben niet echt tevreden met die blendingkwast hier zo. Even. Deze vind ik niet zo. Much better.
beetje. Zo. Een beetje bijwerken. En in dat schuine kwastje. En daar ga ik dan in de... Even kijken, ja, deze. En die doe ik dan. Komt goed, want ik blend het nog even uit. Zo, even afvegen. Dan heb ik hier een heel klein kwastje. En dan kan ik het even netjes zo. Vervagen. Zo ziet het er dan uit. En dan heb ik mascara. Ik gebruik deze tegenwoordig. Oh, wacht even. Van Essence geloof ik. Het staat erop. Best wel een fijne mascara. Vind ik, als het regent, nou ja, vandaag regent het niet, maar ik vind het wel een fijne mascara. Een ietsje verder weg. Nee, ietsje dichterbij. Soms krul ik wel mijn wimper, soms niet. Maar kijk. Ik heb dus al hele lange wimpers, moet ik zeggen. Moet je kijken. Even het puntje doen. Altijd heel even zo. Ik heb altijd een heel flink klodder. Mascara op. Dit is gewoon een van de simpelste looks die ik meestal altijd doe door de week. Nou, nu zien jullie natuurlijk weer niks. Kijk even naar beneden.
Ja, mijn ogen ziet er toch goed uit. Dat even close-up doen. Ik heb ook niks op mijn waterlijn zitten, zoals jullie zien. Het is gewoon het simpelste wat ik gewoon doe door de week. En dan doe ik een Maxamor Liquid Lip Color. Het is best wel een fijne lip color. Dan kan ik hier een stukje zo beneden laten zakken. Dat is de lipkleur voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe jullie ervan een duimpje omhoog. En wil je nog meer op de hoogte blijven, abonneer dan op mijn kanaal. En ik zal even mijn bril doen. Zo. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dag!